Het is paaszaterdag en een week voor Pasen. Vanavond is Limmen even Jeruzalem, 2000 jaar geleden. We beleven met z'n allen het verhaal van de laatste dagen van het leven van Jezus Christus. Verteld in de woorden van 2014 met bekende nummers op bijzondere locaties rond en in deze kerk. Met bijzondere personages, verrassend vertaald naar nu. Vanaf de intocht in Jeruzalem tot de verrijzenis, zoals beschreven in de evangeliën van het Nieuwe Testament uit de Bijbel. Met muziek en spel van het liturgisch koor, het kinder- en jeugdkoor, de Limbiets, harmonievereniging Excelsior en de plankeniers. God stuurde zijn Zoon Jezus niet om mensen te veroordelen, maar om hen te redden. We zoeken hem op. Jezus heeft de laatste weken talloze wonderen verricht. De farizeeërs zien het met lede ogen aan en beramen een plan om hem uit de weg te ruimen. Ziet er geen dokter die helpt. Dit leven is niet.
We zien het. De fariseeën en schriftgeleerden, ze zijn niet blij met Jezus. En het volk, we hoorden het, zijn ook niet blij. Ze moeten veel te hard werken en worden onderdrukt door de Romeinen die hun land bezet hebben. En dan in die situatie komt Jezus samen met Petrus, Johannes en Jacobus Jeruzalem binnen. En de verwachtingen van het volk zijn hoog. Hoe zal dit aflopen? We staan aan het begin van een belangrijke week. Een week die begint met het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Palmpasen, we zagen het. En naast het intochtverhaal wordt dan ook altijd in alle kerken en ook in vele muziektheaters deze dagen het lijdensverhaal, het passieverhaal van Jezus verteld, gezongen en gespeeld. Dat doen we om ons voor te bereiden op die komende goede week. Een prachtige traditie waar wij vanavond in Limmen op een bijzondere manier ook invulling aan geven. Passion Limmen. Een voorbereiding, een proloog op wat komen gaat de komende week. En daar hoort ook de jarenlang al de palmpasenstoktraditie bij. En zie ze hier zitten. De kinderen die dit jaar een eerste communie doen. Je ziet ook de namen hier hangen aan de zijkant tussen de pilaren. Een proloog. En dat willen we vanavond doen. Het haanbroodje boven op jullie palmpasenstok verwijst al een beetje naar komende donderdag. Witte donderdag, als Jezus met zijn leerlingen het brood breekt en deelt. En het kruis, want als we goed kijken, dan zien we dat de stok gemaakt is als een kruis. De kruis, dat verwijst alweer naar Goede Vrijdag, als Jezus sterft. En de versiering, de eitjes, de palmtakjes, die verwijzen naar de Pasen, naar de lente, naar het nieuwe leven, de opstanding. Nou, mag ik de 29 communicantjes en misschien ook andere kinderen, want ik zag ook anderen met palmpasenstokken binnenkomen, allen die een palmpasenstok hebben meegenomen, uitnodigen naar voren te komen, om samen met het kinderkoor de intocht van Jezus in Jeruzalem mee te spelen. Dat doen we elk jaar op deze zaterdagavond. En dat doen we ook aan het begin van Passion Limmen. Mag ik Jezus en zijn drie leerlingen, Johannes, Petrus en Jacobus, uitnodigen om die intocht nog even na te spelen. Jezus roepen zij.
gouden kroon. Dat had ik wel verwacht. Hij heeft geen dure kleren aan. Is anders dan ik had verwacht. Toch is hij koning. Kijk eens wat een drukte. Wie komt daar aan? Een koning op een ezel naar Jeruzalem wil gaan. Hosanna, Hosanna, gezegend is hij. Nu komt de vrede, hij maakt ons vrij. En mag ik de kinderen weer uitnodigen naar hun plaats te gaan? En je weet het, hè? Deze palmpazenstokken is een beetje de bedoeling, net zoals Jezus, om die stok ook te geven aan iemand, een opa, een oma, iemand in de buurt of iemand die een beetje jullie steun en glimlach heel erg waardeert, om die stok ook weg te geven. En zo laten we een beetje zien het verhaal dat wij vanavond gaan spelen. Jeruzalem, Jeruzalem, zie uw huis dat in puin ligt. En ik zeg u, van nu af aan zult u mij niet meer zien, totdat ge roept. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Jezus verlaat Jeruzalem. Hij wil alleen zijn met zijn apostelen. De mensen volgen hem op eerbiedige afstand. Mag ik ook u uitnodigen te beginnen met de voorste banken en dan aan te sluiten. Oh.
Treft Jezus met zijn apostelen voorbereidingen voor het laatste avondmaal. Neemt en eet. Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Deze wijn. Dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond dat voor u wordt gegeven tot vergoten of vergeven.
Luister naar mijn woorden. Eén van jullie zal mij uitleveren aan de machthebber. Tafel gegaan voor zijn afspraak met de machthebbers. Hij zal hen leiden naar de plek waar ze Jezus vanavond nog kunnen oppakken. Die machthebbers willen Jezus aanklagen voor godslastering en het aanmoedigen van terrorisme. Judas verkoopt zijn vriend Jezus voor omgerekend enkele duizenden euro's. Hij weet dat Jezus en zijn vrienden vanavond naar een rustige plek genaamd Gethsemane gaan. En daar zal hij hem verraden met een kus. Maar Judas worstelt enorm met zijn gevoel. Geeft zich zo meteen met zijn apostelen naar de hof van Gethsemane om daar te bidden. Ik wil u vragen hen voor te gaan de tuin in.
Gethsemane. Jezus wilde daarheen om te bidden, om zijn gedachten op een rijtje te zetten en om met zijn vader te praten. Hij weet dat de dood nadert en hij weet ook dat zijn goede vriend Judas hem zal verraden. Hij wil met zijn vrienden vannacht wakker blijven om hen te helpen de komende nacht samen in vrede en rust door te brengen. Maar het is laat en ze zijn in slaap gevallen. Ze laten hem alleen in deze dreigende nacht. Iedereen loopt met een boog om me heen, bang om zijn ziel te bezeren, bang voor de woede. Getekend op mijn gezicht. Met woorden als wapens, zo scherp als mijn tong, sla ik het geluk uit mijn handen. Alleen in het donker, de deuren en ramen zijn dicht. Koud is mijn wereld, het sneeuwt in mijn hart. Er staat ijs op het wit van mijn ogen. Water, de liefde die stroomde door mij. Sterk zijn de steden en hoog is de muur, verzegeld de deuren en ramen. Ik wil ze doorbreken, maar ik kan er van binnen niet bij. Ik kan het niet.
als het graf. Ik hunker naar jou en toch wijs ik je af. Een wapen met rust is een wapen niet langer alleen. Let niet op mijn woorden, hoor niet wat ik zeg. Laat het gebeuren, al vuur ik je weg. Zie niet mijn masker, maar kijk alsjeblieft door me heen. En niet wat ik wil. Maar word wakker, word wakker. De man die me gaat uitleveren is dichtbij. Ach, meester. Sophie. Hier ben je dus voor gekomen. Om me te verraden met een kus. Thank you.
verlaten. Ik zal u nooit verlaten. Luister, Peters. Nog voordat het ochtend is, heb je het al 3 keer gezegd dat je mij niet kent. Hey, jij hoort toch ook bij Jezus van Nazareth? Nee man, ik ken die man niet eens. Hey, jij hoort toch bij die Jezus uit Galilea? Nee, God weet dat ik die man niet ken. Ik weet zeker dat jij bij Jezus hoort. Iedereen kan toch horen dat je uit Galilea komt? Nee, echt, ik ken die man niet. God weet dat ik die man niet ken. Verraden door zijn vrienden en beschuldigd op basis van valse beschuldigingen. Dat zou in onze Nederlandse geciviliseerde rechtsstaat niet meer kunnen gebeuren, toch? Diep van binnen willen wij misschien allemaal wel zo zijn als Jezus Christus. Goed voor iedereen. Eerlijk. Toegewijd. Moedig en bereid om voor vrienden te lijden. Jezus wordt nu naar Pilatus gebracht om verhoord te worden. Pilatus is de Romeinse gouverneur van de keizer. Hij heeft zitting in de burcht Antonia, waar ook de Romeinse soldaten zijn gelegerd. Aan hem is het om de beschuldigingen van de hoge priester te toetsen aan de hoogste wet en de veroordeling uit te spreken. Hij had liever gehad dat de Hoge Raad het vonnis op grond van de Joodse wet had uitgesproken. En wil eigenlijk met dit alles niets te maken hebben. Zie daar, de man. De leiders van uw volk hebben u hier gebracht. Ze beschuldigen u. Ik heb gehoord dat u het volk in opstand wil brengen. U zegt de mensen dat ze geen belasting aan de keizer moeten betalen. Ik heb ook gehoord
dat u zegt dat u de beloofde koning bent. Zeg me, bent u de koning van de Joden? U zegt het zelf. U bent aan mij uitgeleverd. Er worden slechte dingen over u verteld. Waarom zegt u daar niets op terug? Bent u de koning van dit volk? U noemt mij koning, maar ik ben hier niet gekomen om te heersen over het volk, maar om ze te dienen. Ik ben gekomen om over de waarheid te vertellen. Wie voor de waarheid kiest, luistert naar mijn woorden. Maar wat is waarheid? De waarheid is dat ik de macht heb u vrij te laten. Luister allemaal. Vanavond laat ik een gevangene vrij. Kies maar wie het moet worden. Jezus, de koning van de Joden. De man heeft volgens mij niets verkeerds gedaan. Of Barabbas, deze man daar. Een bewezen misdadiger, een moordenaar, een zogenaamde vrijheidsstrijder. Het volk wil duidelijk dat Barabbas wordt vrijgelaten. Nou, laat hem vrij. Maar, wat moet ik nu met Jezus? Deze man heeft niets verkeerds gedaan. Een goed bestuurder is een vriend van het volk. Ik zal doen wat jullie willen. Breng hem op. Breng hem. Kruisig hem! Kruisig hem! Kruisig hem! Kruisig hem! Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Voert door de nauwe straten van Jeruzalem. Daar is een gewoel en gekrioel van mensen. Mannen en vrouwen verdringen zich om een glimp van Jezus op te vangen. Buiten de poort wordt de weg steiler en slechter begaanbaar. Laten wij hem volgen.
het volgen van de kruisweg van Jezus berust op een heel oude traditie. Reeds vanaf de 4e eeuw volgen pelgrims in Jeruzalem de laatste gang van Jezus. In onze huidige christelijke traditie kennen we 14 kruiswegstaties. Stap voor stap met Jezus meetrekken. En niet alleen om het lijden van Jezus 2000 jaar geleden levend te houden, maar dan ook in ons leven nu bij de pijn en het verdriet in onze wereld stil te staan. Beelden die u daar kunt zien, die daarbij aansluiten. En de eerste twee kruiswegstaties hebben we al afgelegd. Derde kruiswegstatie. Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis. Vierde kruiswegstatie. Jezus ontmoet zijn moeder. Vijfde kruiswegstatie. Simon van Cyrene deelt de last met Jezus. We luisteren naar het verhaal van de werkgroep Spitak Linnen, die een stedenband onderhoudt met Spitak in Armenië. Simon van Cyrene wilde alleen maar kijken. Hij wilde zien wat er met Jezus ging gebeuren. Hij was een toeschouwer. Maar dat bleef hij niet, want hij werd gedwongen om het kruis van Jezus mee te helpen dragen. En wij zijn hier vanavond ook toeschouwers. Wij zijn mensen aan de kant van de weg. Maar we kunnen ervoor kiezen of we wel of niet de last van het kruis van een ander helpen dragen. Zijn wij bereid om de last van anderen te delen? Willen we solidair zijn met bijvoorbeeld mensen in Syrië, Afghanistan, Palestina, in Armenië? Wat zouden wij doen als toeschouwers aan de kant van de weg? En als er iets afschuwelijks voor onze eigen ogen plaatsvindt? Zesde kruiswegstatie. Veronica droogt Jezus' gezicht af. En we luisteren naar het verhaal van de werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Linnen, die zich inzet voor onderwijsprojecten in Burkina Faso. Veronica stapt uit de menigte naar voren om het geschonden gezicht van Jezus af te vegen. Een daad van liefde en zorg. In Burkina Faso in Afrika en ook hier in Nederland stappen er gelukkig ook mensen uit de menigte die zich het lot aantrekken van hen die gebukt gaan onder armoede en gebrek aan onderwijs. Gelukkig zijn er ook hier mensen zoals Veronica, die zo dapper zijn om de anderen een doek aan te reiken. Herkennen wij de Veronica's onder ons? Zevende kruiswegstatie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. We luisteren naar het verhaal van de wereldwinkel Limmen, die zich inzet voor zuivere producten. Jezus valt weer onder de zware last van het kruis. Het beeld van vallen is sinds de tijd van Jezus nooit weg geweest. Maar kijk, de kruisdrager, hij krabbelt weer op.
Kijk en luister naar de honderdduizenden mensen van het zuiden. Hoe zij het land bewerken en verbouwen. Hoe zij producten maken met hart en ziel. Wereldwinkels in Nederland zorgen ervoor dat deze producten van kleine coöperaties uit ontwikkelingslanden hier rechtstreeks verkocht worden. Dat alles voor een eerlijke en goede prijs. Helpen wij hen ook weer opstaan? Achtste kruisvechtstatie. Jezus troost de vrouwen van Jeruzalem. Negende kruisvechtstatie. Jezus valt voor de derde keer onder het kruis. De volgende vijf kruisvechtstaties. Daar zullen we in de kerk bij stilstaan. Thank you.
Het verhaal is al oud. We wisten dat dit zou gebeuren. Hier staat het allemaal in. Verraden, veroordeeld, gekruisigd. Maar het punt is, dit is 2014. En wie wil er nu in het centrum van Limmen een onschuldige aan zo'n martelwerktuig zien sterven? Nee, anno nu zorgen we er tenminste voor dat zo'n vrede, onmenselijke dood buiten beeld wordt voltrokken. Maar voor degenen die houden van zulke pijnlijke details, zal ik met u doornemen wat er op dit moment met Jezus gebeurt. Een kruisiging begint met het neerleggen van het kruis, waarop het slachtoffer wordt uitgestrekt. Met een hamer worden er pinnen van 18 centimeter lang hierin geslagen, dwars door de botten van de pols. Dan worden de benen zijwaarts gedraaid en worden er pinnen geslagen door de enkels achter de Achillespees.
Daarna wordt het kruis overeind gezet. Doordat je aan je armen hangt, wordt het steeds moeilijker om je borstkas uit te zetten en lucht in je longen te persen. Je begint te stikken. Als Jezus zich afzet tegen de pin in zijn enkels, kan hij zich net genoeg oprichten om te ademen. Maar dat doet natuurlijk verschrikkelijk pijn, omdat zijn volle lichaamsgewicht op de vastgespijkerde voeten drukt. Uiteindelijk zal hij geen kracht meer hebben in zijn armen en benen om zich op te drukken. Jezus kan niet meer ademen. Doodsoorzaak, verstikking. Het is volbracht, zoals ze zeggen. En waar was dit allemaal goed voor? Er zijn mensen die hebben gezegd dat Jezus zal opstaan uit de dood. Hoewel hij dat, volgens de Bijbel, ook zelf een paar keer heeft gezegd. Maar ons verhaal lijkt hier vanavond afgelopen. Of toch niet?